meer dan gemiddeld niveau hebben gekregen. Mannen als Krzyzewski begint ook wat door te breken. Goed, of hij vandaag is opgewassen tegen Bernerslager. Nog even de vraag. En we moeten natuurlijk aantekenen dat, dat deze mannen hier ook zo ver zijn doorgedrongen. Omdat de Chinezen hier niet acte de présence geven. Ja, behalve Ma Wenge. Ja, maar Ma Wenge is een speler die al jarenlang in Europa speelt. En die op eigen kosten dat Pro Tour circuit afloopt. Ja, en eigenlijk daardoor een comeback op wereldniveau heeft gemaakt. Slager serveert hier in de eerste game. Dan heeft hij 2-1 voorsprong. De Slager is echt een labloeier. Dat is een man die langzaam is gekomen, maar wel zeer determined was om die wereldtop te bereiken. Uiterst conscientieuze speler die veel baat bij gehad heeft dat Chinezen als Ding Yi en Chen Jianli jarenlang voor de Oostenrijkse ploeg zijn uitgekomen. Langzaam is hij sterker en sterker geworden, die Slager. Ook in het dubbelspel behorend bij de wereldtop. Ja, ik weet niet meer met wie die speelt, Jan. Hoe heet die man ook weer? Jij hebt het niet zo met hem op, maar... Nee, het is zelfs zo erg dat zijn naam mij nu op dit moment al even is ontschoten. En dat is eigenlijk is dat schandalig, want het is een duo van wereldniveau. We gaan het opzoeken, Jan. Zo, prachtige backhand van Werner Slager. Maar goed, Slager is de man die 80-90% van de problemen in dat dubbel oplost. Goed, door het nieuwe systeem tot 11 punten is de kans op een verrassing groter geworden. Goed op de elleboog gespeeld bij Blažić. Nu is Slager niet het type die zichzelf snel zal laten verrassen. Werkt vaak uiterst geconcentreerd. Neemt veel tijd tussen de punten, met name om zijn service voor te bereiden. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen van working class hero Slager tegen het goudhaantje Blažić hier. Dat is jammer. Leek hij zich uit de nesten te werken. Fantastische eerste bal van Blažić. Even later dreigt hij dan toch nog in de problemen te komen. Zeven, acht. Slager aan service. Blažić speelt in Grenzau. Vorig jaar kampioen van Duitsland. Daar wordt hij begeleid door Gruba. Wat vreemde armbewegingen van Slager. Het lijkt alsof hij een wat stijve arm heeft. Het is niet allemaal even soepel.
Nou, zeker als je dat vergelijkt met de Pool. Set point nu voor Blaschik. Nog eentje over. Oh, prachtig punt. Wat een mooie backhand, zeg. De eerste game. Gaan we met 11-9 naar Blaschik toe. Ja, Jan, ik heb de naam toch even opgezocht. Jij vindt eigenlijk dat hij helemaal niet meedoet in dat dubbelspel, maar het is Jindrak. Je hebt gelijk. Jindrak. Die mee mag liften op de virtuositeit van Werner Slager. Een Oostenrijker die hier toch even in het stof bijt. Slager coacht hier zijn coach. Ik kan bis jetzt nur leicht drüber gehen. Ik moet dan een beetje sneller werden. Maar niet zo leicht. De coach beaamt de mening van Slager. Hier zijn de rollen duidelijk omgedraaid. Ik denk dat aan de andere hoek meer sprake is van wederzijds respect. Er zit namelijk de voormalige derde man in het team, het Poolse team waarin Gruba en Kucharski de absolute grootheden waren. Jozef Driesel, de man die altijd de derde viool speelde, maar op een aantal momenten toch een cruciaal potje mee wist te pakken, waardoor de Polen nog eens een keer Europees kampioen werden. Onder andere in Moskou, 83. Mislukte flip. Ja, het is ook niet zo simpel op de servers van Slager. Als je toppers in het circuit hoort, dan zijn ze toch allemaal beducht voor de getruktheid waarmee deze Slager zijn service op tafel brengt. Niet zo gemakkelijk te lezen. Veel voorbeweging, veel nabeweging na het raakmoment. Oei, oei. 3-1 voorsprong voor de Oostenrijker. Ja, Blaschik won in de tweede ronde met 4-3 van Trinco Kane, 11-7. Hele spannende partij. De eerste ronde was hij te sterk voor de Tsjech Platschi. En in de achtste finale was hij te sterk, 4-2. Op Wozik, de Duitser. Een Slager was eerste ronde 4-1 winst op Stefan Vett. En in de tweede ronde was het 4-2 winst op de Koreaan Riang Tsang-min. En in de achtste finale was het 4-2 winst op Philip Seven. Goed, geen overdreven zwaar schema. Mooie rally. Prima plaatsing van beide heren. Dat is misschien wel het leuke van de toernooien die nu gaande zijn. Na dit toernooi wordt de Dutch Open in Rotterdam afgewerkt. En eigenlijk kun je zeggen dat het is volledig open strijd. Iedereen kan het winnen. Krachtsverhoudingen liggen niet zo
ver uit elkaar. Als je dan even de vorm van de dag hebt, dan is zo'n knootje snel gewonnen. Bovendien ben ik van mening dat deze korte games tot de 11 punten iets meer kans biedt op een verrassing. Favorieten zijn hun leven niet veilig. Oei oei oei. Heel veel bolle topspin. Slager door Renner, slager. Als je een beetje buiten het tempo van die Blasic omgaat, dan wil hij nog wel eens fouten maken en het vertrouwen verliezen. Aangescherpt spel is nodig. Prototype van de intuïtiespeler. En als je hem wat stof tot nadenken geeft, dan pakt dat meestal niet zo gunstig uit voor die Blasic. Weer een hele bolle topspin. Een moeilijke bal. Kwaliteit komt, dan heeft de Pool doorgaans problemen. Zes negen. Zie ik net dat stapje extra moet maken. Wacht weer lang met die service. Negen acht. Weer hetzelfde ritueel. Voluit gehaald met die voorhand. Toch het vingertje omhoog. Geen echt makkelijke bal die hij te verwerken krijgt. Hij heeft wel 2 punten gepakt op de service van Slager. Kan nu als het een beetje door zit doorlopen naar zijn 2-0 voorsprong. Goed gecamoufleerd. Dat was een net service, maar er zat heel veel big spin in. Nou, wat Slager er net al in zo'n pauze aangaf, is dat die backhand wel heel goed eruit komt hoor, van Blasic. Ja, en ook boven de tafel is die backhand gevaarlijk. Nu goed kort gelegd, ja. 10 gelijk. Een game point. Weggespeeld door Slager. Ja. Toch weer 1 van de euvels door het grotere pal waarmee we nu spelen. Lastig te controleren aan de onderkant en met name de korte returns zien we toch nog regelmatig mislukken. Iets te hoog of iets te lang en het is direct afgelopen. Een setpoint nu voor de Oostenrijker. Ja. Kom niet meer onder de druk uit.
Het is 11:30. Lasjik verwachtte die bal op zijn backhand. Tot zijn schrik kwam hij rechtdoor. Hij kon het niet meer repareren. Het wordt de tweede keer game point. Voor Werner Schlager. Zweedruppeltje. Op het rubber gevallen. Ja, iets te hoge service. En goed geflipt door de Oostenrijker. Dan maakt er 1-1 van. Weer aan het einde van deze vierde game. Oeh, weer die backhand voluit gehaald. Diagonaal. Het is gewoon weer 13-13. Oei. Rondbal. Nou, Schlager, wil je in de wedstrijd blijven? Zou je het nu moeten pakken? Oeh, randje weer. Nou, hij heeft het toch niet te klagen hoor. De game hiervoor was het de Pol die met geluksballen de game binnenhaalde. Maar nu is het Werner Schlager. 15-13. En 2-2. Er kann 200 Mal jeder profitieren, weil Lenk macht es zurück. Das ist so Grundschule. So, das ist, und das ist, du hast das zweimal mit Schnitt gemacht zum Schluss mit Oberschnitt und das obwohl diese Variation kannst du teilweise machen. Oberschnitt mag er nicht. Ja. Außer er flippt, da muss ich aufpassen. Er kann flippen, weil, aber einmal, zweimal. Aber Oberschnitt flippt er nicht so gut, da macht er meistens Fehler. Aber die Schnitt los geht. Hij gaat gewoon door, al is hij al bij de tafel, Jan. Ja, hij moet spelen met meer rotatie. Die coach die zegt van als je bed in verticale positie houdt, als je die bal niet goed aan de bovenkant raakt, dan komt er te weinig rotatie in die bal. Dat kun je niet permitteren, zegt hij. Goede topspin blijven geven en niet half. Schlager heeft respect voor de flip van Blasjik. Dreigt voortdurend, zegt hij. Die service goed wegflipt. Klaagde begin nog wat over pech. Terwijl hij eindigde met twee geluksballen zelf, maar. Goed, prima start nu van Oostenrijker. 2-0 voorsprong. Vijfde set hier bij de Open Duitse Kampioenschappen. Halve finale partij tussen Werner Schlager en de Pool Blasjik. Interessant om die coaching te kunnen volgen. Zo'n man als Schlager is natuurlijk niet gek en toch lijkt er enigszins sprake te zijn van een bepaalde bewustzijnsvernauwing. En dat is in tafeltennis niet helemaal onbekend. Dat kan. Zoals je weet, Fred, behoorlijk doorslaan. Oh, absoluut. En dan kun je hele gekke dingen meemaken, die center court. Neurotisch gedrag noemen we dat in de tafeltennissport. Oei.
prachtig gespeeld hoor. Het gedrag leidde soms tot fantastische taferelen als je spelers als Thierry Cabrera voor de geest haalt. En ja. Niet in het minst ook Kucharski, Poolse verdette. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het circuit wat kleurlozer wat vlakker, geworden is. Ja. Wat we missen, dat zijn de McEnroe's. Zonder dat we nu voor willen pleiten dat iedereen maar de McEnroe moet gaan uithangen. Maar één McEnroe erbij, dat is toch niet te veel gevraagd. Dat zou heel leuk zijn. In op spin. Ja, en degene die zich het snelst herstelt van zo'n actie, die kan zo'n rally gaan winnen. En je moet niet als Vlasic drie slagen spelen en dan rechtop gaan staan.